Ja. Goed. ...48.000 toeschouwers en vooraf een aardige stemming met vuurwerk hier en daar. En vrolijke mensen die net ook allemaal even hebben gezongen. En die nu het lied van Hand in Hand krijgen voorgeschoteld. Dus dat wil ook nog wel even. Het wachten is op de spelers die hier in de gang staan. Waarbij dus met dat strakke kapsel Ruud Heus. Heus de stok van de partij. Bij een ploeg die nogal wat zorgen heeft gezien diverse blessures en schorsingen. En dit is dan het publiek weer. Vrije trap komt van Blind. Duwen voor Vink. Peters komt nog niet een stuk voor. Hij wordt naar binnen getrokken. Wouters. Meer de agressie, omdat het niet kan. Iemand bood zich lekker aan, raakt hij de bal kwijt en dan gaat hij daar naar de overtreding. Met God, met die vrije trap richting Taument weer. Moment, Rikaars voor. Daar komt hij. Een Wouters kop. Scholten. Heus. Boskorn, nou niet meer. Qua instelling gaat hij natuurlijk al lang al voorop met God. Hier weer Taument. Rika. Troost. Scholten. Rika. Misschien. Ja, voortreffelijk uitgehaald. Bij Vink. Die toch al de nodige last had. En die nu ineens dan misschien vlak voor zich ziet. En die haalt verwoestend uit. ...1-0 Feyenoord na een half uur. Zesde treffer dit seizoen. Hens. Er is een gaatje. De Boer. Goeie actie. Groenendijk.
Groenendijk en Pettersson. Toch ineens goed neergelegd door een goed spelende De Boer weer. Heus bij de eerste paal. En die hoekschoppen zijn wel aardig van Ajax. Die zijn verrassend. Bergkamp. Kijk maar naar de groei. Ja. En zo zijn reactie daarop. Dat is goed. Op die inzet van De Boer. Maar zijn eerste reactie was dat hij bijna onder die bal doorliep. Daarom raakte hij die niet goed. Maar daarna staat hij snel weer. Dan houdt hij dat schot van De Boer tegen. Nieuw hoekschop. Roy. De goeie nu vast. Roy. Talment. Nou, daar schrikt iedere Ajaxiet zich wild van. Zeker Vink die hem daar liet passeren met de gele kaart op zak. Eerst De Boer. Dan komt Vink. Aan de andere kant. Dit zijn de aanwijzingen voor Talment. Blijf bewegen, neem hem mee. Talment weer. Talment. Ja. Nu zit hij even moeilijk. Witsche. Tegen de paal. Vink is weg. Komt de Wolf tegen. Nou, Roy is de kwelgeest voor Feyenoord. Hanschot Bergkamp. Groepje Ajax ziet achterin in het strafschopgebied. Roy. Bergkamp. Pettersson. Nou, Pettersson. De Boer. Het romhaal zoals je zelden ziet. Die de goeie onder die lat vandaan pakt. Fraaie omhaal van deze Frank de Boer. Dan misschien. Nou, dit Ajax stond in ieder geval karakter strijdlos. Maar wat moet je met... Oh, wat doe je? Wat krijg je rood voor, jongen? Geel. Gevoegd bij die andere gele. Vink snapt het allemaal al en krijgt rood. In de 28e minuut van de tweede helft gaat Vink stuk aan zijn tegenstander Talment. Want hij begaat zijn overtreding waarvoor hij de tweede gele kaart in de wedstrijd krijgt. Obstructie. En dan kan hij inrukken. Dan kan hij weg zijn. En dan voelt hij het venijn van deze wedstrijd. Hij is ten onder gegaan in deze Kuip. Aan Talment. Die schitterende voetballer van Feyenoord. En dat terwijl Ajax heel karaktervol aan die tweede helft bezig was. Fine verder moeten. Van Loen. Wouters. Bergkamp. Van Loen. Pettersson. Bergkamp, iemand moet schieten. En zo gaat de tijd verloren. Wouters dan. En Winter. Mat. De Boer. Ajax verdient te treffen. Als je het spel wil. Pettersson. Talment. Lijkt in zijn eentje alles aan te kunnen.
Daar gaat hij over de knie bij Blind, die dus ook geel ziet. En zo wordt de oogst heel erg nadrukkelijk. Hier is de redding van de Goeie, de kans. En de niet gepakte treffer. Omdat Ajax hem net niet kon krijgen. En dit is de herhaling van de overtreding van Blind. Op dat moment niet te stuiten of het moet zijn door overtredingen. De Boer. Moment. En dan veert iedereen op. Ja, hij maakt hem. En hij krijgt zijn loon. En het is meer dan verdiend. Wat een geweldenaar. Kaston Tammen. Feyenoord en vooral hij hebben Ajax klein gekregen. Wat een inslag. Na een rush. Zie die verdedigers vallen. En zie mensen ook kansloos zijn. Kaston Tammet. 2-0 voor Feyenoord. Vlak voor het einde. In een spannende Feyenoord-Ajax. Is het in die geworden door Talment, de man die dat verdiende. Vuurwerk moet worden uitgetrapt, zegt Uilenberg. Dat doe je anders, zegt Menzo. Zo doe je dat dus. Het zal Ajax geen baat meer brengen. Deze haastige handelingen nu. Het is niet gelukt. De kansen die er waren wilden niet goed eindigen. En toen was daar weer Talment. Eén doelpunt voor rust. Een tweede na rust. Nu kan het niet meer stuk. Heel zinderend bezig tegen Ajax. Laat Ajax het spel maken. En geniet dan van de 2-0 voorsprong. Roy. Met de verdediging houdt de zaak dus weer op 0. En het eindsignaal is betekend. Feyenoord gaat weg. Evenals Ajax met de eindstand in Rotterdam. 2-0 voor Feyenoord. En Talment, hij was heel groot.